Hallo, Dirk Hermans opnieuw van Vertelpunt Uitgevers. Ik zou het vandaag met jou willen hebben over het bedenken van een verhaallijn. Je wil een boek schrijven, je bent enthousiast, je hebt zin om je pen vast te pakken om achter je pc te gaan zitten en een boek te schrijven. Maar, waarover gaat dat boek? Welke verhaallijn ga je gebruiken? Hoe werkt dat? Wel, je hebt grosso modo twee soorten schrijvers. Je hebt de gevoelsmatige schrijver en je hebt de gestructureerde schrijver. Zelf ben ik een gevoelsmatige schrijver. Met mijn thriller Schaak begon ik met één idee. Ik was in der tijd muziekjournalist. Ik was regelmatig in Londen voor interviews. Ik bracht regelmatig platen mee vanuit Londen. En ik bedacht mij onderweg op een bepaald moment, het moet toch makkelijk zijn om drugs te smokkelen in die binnenhoezen van LP's. Die binnenhoezen waar je met nopjes zit, die je kan vullen met, zeg maar, heroïne, LSD, en die zo mee smokkelen over het kanaal. Dat was het idee. Meer had ik niet. Ik heb mijn pc aangezet, Word geopend voor een leeg blad, en begonnen met het bedenken van de naam van de muziekjournalist die de hoofdpersonage zou zijn, uiteraard. Die had ik gevonden, Rick Mallens. En ik ben beginnen te schrijven en een jaar later was mijn boek van 360 pagina's af. Waar het verhaal vandaan is gekomen, ik weet het begon niet. Ik begon s'avonds om 11 uur te schrijven. Om 2 uur s'nachts stopte ik en dan las ik mijn schrijfselen terug en dan verbaasde ik mij over wat ik allemaal had neergepend. Waar kwam dat vandaan? Waar kwamen die personages vandaan? Waar kwam het verhaal vandaan? Waar kwamen de plots vandaan? Ik weet het bij deze nog altijd niet. Misschien de muze, misschien het kanaal wat daar boven opengezet wordt en waar mijn dingen doorheen stroomt. Ik weet het niet, maar ik weet dat het een ontzettend leuk en aangenaam proces was. De gevoelsmatige schrijver dus. Je begint eraan en je laat het verhaal op je afkomen en je ziet wel waar dat je uitkomt en welke wendingen dat je denkt te moeten nemen. Het andere type is de gestructureerde schrijver. Die heeft een idee, die heeft al een verhaal alleen in zijn kop, die heeft een plot of een einde en werkt van daaruit terug, maar schrijft zijn hele verhaallijn, zijn hele plot, schrijft hij op voorhand uit. Wat moet er gebeuren om te komen tot het einde wat hij of zij in gedachten had? Welke zijlijnen moeten er gefabriceerd worden? Welke hoofdpersonages zijn er? Welke zijpersonages zijn er? Hoe verhouden zich die? Hoe gaat dit verhaal zich afspelen? Alles wordt uitgewerkt in een strak schema. En als dat af is, als je weet waar je naartoe wil en waar het moet eindigen, dan begint de schrijver die plot in te vullen met tekst. Zeer gestructureerd. Heeft waarschijnlijk op het einde van het verhaal ook minder moeite om het allemaal af te maken. Daar waar de gevoelsmatige schrijver nog dingen moet gaan bijschaven, nog moet afschrappen, bijzetten, personages nog meer karakter geven. Enfin, het eerste is iets meer werk dan het tweede. Welke is het beste? Geen een van de twee of allebei. Dat ligt eraan hoe je zelf in elkaar steekt. Dat moet je voor jezelf aanvoelen. En ik zou zeggen, open de computer, start met een verhaal of start met je plan op te maken. En beleef er vooral heel veel plezier aan. Want dat is schrijven, plezier beleven aan het verhaal op papier zetten wat je in gedachten hebt. Het is ontzettend plezant om God te spelen in jouw eigen boek. Jij bepaalt wat er gebeurt. Jij bepaalt wat er met het personage gebeurt. Goede dingen, slechte dingen, verliefd, niet verliefd, uitgemaakt. Kortom, alles wat die mensen overkomt, heb jij in de hand. Jij trekt aan de touwtjes en dat is een bijzonder prettig gevoel. Tot de volgende keer.